Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering nummer 82 hier in Mexico. Heb jij de vorige aflevering in de Verenigde Staten gemist? Dan kan ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan recht voor het i'tje. Klik daarop en dan zullen die aflevering verschijnen. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Wil je dan alsjeblieft abonneren voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content? Schakel ook een lekker belletje aan, zodat je geen enkele aflevering meer van mij mist. Like de video als jij hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me ook even op sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dan gaan we nu gewoon lekker door met de kwalificatie voor de grote prijs van Mexico. We zijn dus aanbeland bij Q1. En gaan we kijken wat het gaat worden. Ik verwacht toch gewoon de pole position. En zo niet, dan gewoon een tweede plek op de startgrid. Maar eerst Q1 zien te overleven. En als dat goed gaat, dan kunnen we ons focussen op Q2 en dan Q3. Eerste bocht nemen we iets te wijd. Maar dat maken we weer goed bij bocht nummer 2 en 3. Krijgen we een track limits waarschuwing. Maar dat geeft niks. Carlos Sainz noteert de snelste raceronde met een 1.15.0. Hamilton houdt ons daar misschien wat op, denk ik. Daar hebben we een beetje last van. Maar we laten alsnog een mooie P1 noteren met een 1.12.5. We zijn aanbeland bij Q2. Nog steeds op de soft banden. Gaan we kijken of we door kunnen komen naar Q3. Ik verwacht gewoon van wel. En zo niet, dan moet er iets heel geks gebeuren. En dat verwacht ik gewoon niet. Ook benieuwd waar Lando Norris staat. Kan hij misschien ook pole pakken, net als in Austin. Toen pakt hij ons op 12.000ste volgens mij, als ik dat goed zeg uit mijn hoofd, weet ik niet zeker. We komen aan bij het DRS gedeelte en start-finish en noteren een P1 met een 1.12.5. Als ik dat goed zeg, het kan ook een 1.12.3 zijn. Aanbeland bij het laatste deel van de kwalificatie. En Lando Norris staat binnen. Gaat het ook volgens mij op één run doen, want na deze run hou ik het voor gezien. Dan spaar ik een setje banden uit, wat gunstig is voor de wedstrijd. En na deze rondes zijn er nog twee racerondes te gaan in Brazilië en Abu Dhabi. En dan zit de My Team Career Mode van F1 2020 er alweer op. Ik heb F1 2021 al gepre-orderd, dus die krijg ik om 2 uur 's nachts kan ik die al spelen. Maar dat wordt dan in de middag en dan ga ik proberen om gelijk te uploaden. Dat we de snelste tijd neerzetten. En dat is ook de pole position. Want Verstappen komt 14e tekort. Norris komt 15e tekort. Terug naar het uploaden. Ja, ik moet eens even kijken of ik voldoende tijd heb om te kunnen uploaden. Zo niet, dan ja, kan het zijn dat er maar weinig video's komen van de game zelf. Maar eerst deze carrière mode mooi afmaken. We starten dus vanaf pole position voor de grote prijs van Mexico. Voor carrière aflevering 82. Welcome along to the most populous city in North America and home now to the Mexico City Grand Prix. It's a sellout crowd as usual here at one of the shortest circuits on the Formula One calendar. So who, I wonder, will the crowd cheer on today to the top step of the podium? The Autódromo Hermanos Rodríguez, 2.6 miles of track that allows drivers to take full advantage of their cars, reaching speeds in excess of 220 miles per hour and providing lots of opportunities for overtaking. The circuit features 17 corners, 10 to the right and the remaining 7 going to the left. Anthony Davidson, thanks for joining me once again for the Grand Prix. Let's talk about the professor. What a season there. Well-deserved championship victory and the pressure now surely off with the title already in the bag. It really is well-deserved. I wouldn't say it's been a faultless title challenge, but certainly one that has been consistent and well-managed. Here's hoping they let off a bit of steam today and give us an exciting race. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. The professor lines up on pole position, edging out Lando Norris, who'll start from P2. As we continue through the rest of the grid today, we have Leclerc, Russell, Pierre Gasly and Magnussen, Sainz, Vettel, Albon and Esteban Ocon. Verstappen, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Perez, Lewis Hamilton and Stroll, Kvyat,
Delatraz, Antonio Giovinazzi, and Nobuharu Matsushita, Grosjean, Latifi, De Vries, and Callum Island. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track and get this Grand Prix under. Okay, we've already won the championship, so relax and enjoy this race. We hebben dus allang het kampioenschap gewonnen, dus we moeten gewoon relaxen en van deze race genieten. En dan zou het gewoon goed moeten komen met de wedstrijd. Ik verwacht gewoon dat we makkelijk naar de overwinning kunnen toerijden. En dat Lando Norris gewoon op P2 terechtkomt. Soft, medium, medium. En soft, medium, soft. Ik neem gewoon extra fuel mee om hard te kunnen pushen. En dan gaan we gewoon beginnen voor carrière aflevering 82 hier in Mexico. We starten vanaf de pole position. Norris op P2. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen gewoon goed van onze startplek. Dat is goed om te zien. Norris ook gewoon goed weg. Russell een plekje verloren aan Charles Leclerc volgens mij. Norris zit daar met een aanval, maar wij blokkeren hem. En kan niet kijken naar die binnenkant. Probeert dan aan de buitenkant. Het is daar geel. Maar het is nu weer groen. En Magnussen heeft een topstart. Want die is naar P4 gegaan. Want Leclerc pakt hem nu terug. Eerste bocht overleefd. We zijn inmiddels aanbeland bij ronde nummer 3 van de wedstrijd. Als Lando Norris dat snelste raceronde punt in handen heeft. Maar daar gaan we overheen met een 1.16.2. Gat naar Norris is 1,4 seconden. Dat is al lekker groot geworden. En dat gaan we ook alleen maar uitbreiden in deze wedstrijd, hoop ik. We zitten in ronde nummer 11 van de wedstrijd als Lando Norris naar binnen gaat voor een undercut. En wij gaan dus in ronde nummer 12 naar binnen. Dus ik ben heel benieuwd naar welke band Norris gaat en ook Charles Leclerc. Die gaan denk ik naar de medium compound en dat gaan wij ook zo meteen doen. Ja, Norris naar de medium band. Wij gaan dus ook zo meteen switchen naar dezelfde compound als Norris. Daar zijn we dan bij de pit entry, pit limiter aanzetten en kijken of wij voor Lando Norris de baan opkomen. Norris is nu bij het stadion gedeelte en komt zo meteen het rechte stuk op. Ik denk dat hij voor ons rijdt als wij weer terug de baan opkomen. 3 seconden, pitstop kon beter. En Norris is bij start finish, is er al overheen gegaan. En komt voor ons uit. De undercut heeft gewerkt. Wij moeten dus in de achtervolging. Terwijl Pierre Gasly een 1.16.626 laat noteren. De snelste raceronde tot nu toe. Maar heel gek dat de overcut dit keer niet heeft gewerkt. Mix 3 is beschikbaar. En we zitten in de slipstream van Lando Norris. Maar we kunnen niet aanvallen. We kunnen er wel naartoe rijden. Maar daar houdt het dan alleen maar bij. Want hier kunnen wij niks. Laten ons wel zien in de spiegel. Maar Norris trekt zich daar helemaal niks van aan. Dus dat belooft nog wat. Kunnen we hier dan zometeen bij het DRS gedeelte aanvallen. Norris doet er wel langzaam over. En wij komen in zijn slipstream. Kijken naar de buitenkant. Remmen wat later dan mijn teamgenoot. Laten hem staan. We schieten een klein beetje door, maar de leiding weer terug veroverd. Dat is goed om te zien. Norris weer terug verwezen naar P2. En dat gebeurt allemaal in ronde nummer 13. Norris kijkt daar wel terug, maar moet op zijn rem. Anders had hij ons getoucheerd. We zitten in ronde nummer 14 van de wedstrijd. En omdat Norris zo'n momentje had, is het gat groter en groter geworden. 1,9 nu. In ronde nummer 21 zitten we. En dat gat naar Lando Norris is 6,7 seconden. Waarom? Charles Leclerc heeft hem ingehaald. Maar Leclerc rijdt op verse set soft banden. En Norris rijdt op de medium band. Dat is een compound harder dan wat Charles rijdt. We komen zo meteen achterblijvers tegen. Een Williams zie ik op de map. Een Haas. Weer een Williams. En denk ik dan weer een Haas. Maar daar moeten we eerst naartoe zien te rijden. De banden zien er nog goed uit. Verstappen, Ocon
en Leclerc duiken allemaal naar binnen voor hun laatste pitstop. Dat wordt dus de medium compound. En wij gaan dus zometeen naar de soft banden. Iets is te wijd daar. We moeten wat overtake gaan verbranden, want we hebben gewoon genoeg gespaard, zegt Jeff. Dus dat komt gewoon goed. We zitten in ronde nummer 24 van de wedstrijd. Nog 12 rondes te gaan. En daar komt dan de eerste blauwe vlag van deze wedstrijd. Dat is volgens mij voor Nicolas Latifi. Die daar wat langzaam rijdt in zijn Williams. Dat is niet zo gek, want de Williams is nou eenmaal een langzame auto. Daar kan hij ook niks aan doen. En hij moet ons hier gewoon voorbij laten. Dat doet hij ook hier heel goed. Mooi. En Latifi houdt ons hier niet op. Dat is ook de bedoeling bij een blauwe vlag. Zo snel mogelijk aan de kant. Als je niet aan de kant gaat, kan race director je een penalty ervoor krijgen. Of misschien zelfs een drive-through penalty. En dat wil je gewoon niet. We zitten in ronde nummer 26 van de wedstrijd. Nog 10 rondes te gaan. En Lando Norris is naar binnen gedoken voor zijn laatste pitstop van de dag. De softbanden zitten eronder. En wij gaan dus nu alweer voor de overcut. Kijken of het dit keer wel werkt. Kijken of we dit keer wel voor Lando Norris eindigen. Het gat naar Charles Leclerc is groot. 28 seconden ongeveer. Dus daar moeten we denk ik wel voldoende aan hebben. De pitstop is weer traag. 3,1 seconde. Ik weet ook niet waarom ze dit doen. Maar ik denk omdat alle kampioenschappen al binnen zijn, doen we het lekker rustig aan, denk ik, team. En we komen mooi voor Charles Leclerc en Lando Norris terug de baan op. We krijgen wel een waarschuwing vanwege het crosseren van de pitlijn op de pit exit. En dat is niet de bedoeling, dus dat moeten we niet te vaak doen. Er zijn nog 9 ronden te gaan. En allemaal mensen die blauwe vlag hebben gehad, die moeten dus nog een keer op een ronde worden gezet. Mijn laptop gaat weer tekeer als een gek. Ik weet ook niet waarom hij dat doet. Maar daar hebben we dan dus Grosjean die ons hier ophoudt. Grosjean houdt ons hier op. En daar gaat een paar cruciale momenten. We duwen Grosjean ook gewoon naar het gras toe. Gewoon om onze agressie te tonen dat we daar niet mee eens waren. We krijgen een waarschuwing vanwege het cruceren met Grosjean. En de volgende is alweer Nicolas Latifi. Die op een ronde wordt gezet in ronde nummer 28. Nog 8 rondes te gaan. En dan zit deze wedstrijd er alweer op. Dan gaan we ons voorbereiden op Brazilië. En dan de laatste aflevering van My Team Career Mode in Abu Dhabi. Latifi laat ons hier mooi voorbij. En daar hebben we geen last van. Het is gewoon flink bewolkt geworden, maar er is geen regen voorspeld. Dus dat is goed. Daar laat dan Nick de Vries ons voorbij. Daar hebben we dan ook Nobuharu Matsushita die ons... Sorry, het was geen Matsushita. Het was Callum Ilott die ons daar voorbij liet. De volgende heet Matsushita. En die kennen wij nog van Oostenrijk. Toen hij ons daar een keer wou... hij wou zich unlappen. We gaan ronde nummer 31 alweer in. We hebben geen DRS van Matsushita, maar kunnen er wel mooi naartoe rijden. Ik laat mezelf zien in de spiegel. En Matsushita gaat hier mooi aan de kant. Dan remmen we mooi naar die eerste bocht toe. Maar wat doet Matsushita? Die remt gewoon vrolijk mee. Wat doet deze gekke Japanner? En hij raakt ons en wij maken een 360 graden spin. Dat is onnodig wat Matsushita daar doet. En we verliezen belangrijke seconden naar Lando Norris. Dat gat is nu 15e. Dat was gewoon 5 seconden. Dus Matsushita heeft dus alweer onze wedstrijd verneukt. Alsjeblieft, ik zei het woord. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik zei het toch. Mijn excuses daarvoor. Maar ik weet niet wat de race director hieraan gaat doen. Helemaal niks volgens mij, want ja. Hij mag zich unlappen, zegt race director. Ik vind dat complete bullshit. Maar goed, ik ben race director niet. En we moeten nu, met nog 500 eraan, Lando Norris van ons zien af te schudden. Hij heeft hier ook DRS. En zit er langs, maar wij kruisen mooi terug. Raken Lando een klein beetje. En hij moet daar gewoon op de rem gaan staan. Anders was hij een voorvleugel kwijtgeraakt. En dan komen we weer bij dit groepje zelfde jongens aan die we toen net tegenkwamen. Volgens mij zat De Vries, Matsushita en Callum Ilott. We zitten in ronde nummer 32 van de wedstrijd. En door dat momentje met Lando Norris is dat gat gewoon helemaal weg eigenlijk. Dat gat is nu 1,3 seconden.
En daar hebben wij dan Nick de Vries die ons hier mooi op een ronde zet. En wat doet Matsushita? Die gaat hier gewoon niet aan de kant. Alweer niet aan de kant. Doet hier gewoon onnodige dingen. En ik ben het daar niet mee eens. Dus ik geef even een klein breektestje om mijn frustratie te tonen aan de Japanner. En dit is gewoon niet oké wat hij doet. Hij hoort gewoon niet in de Formule 1. Daar moet gewoon iemand anders zitten. Zoals bijvoorbeeld Mick Schumacher. Alleen die is er niet bij. Nog 300 te gaan in de wedstrijd. En daar hebben we dan ook Nicolas Latifi. Die wij ook op een ronde zetten. De blauwe vlaggen worden gezwaaid voor de Canadees. En wij profiteren van zijn slipstream. En we gaan er mooi voorbij. Via de buitenkant. En mooi langs. En dat is blauwe vlag nummer zoveel alweer weggereden. Dat is goed om te zien. Het gat naar Lando Norris is vergroot van 1,8 seconden. We gaan de laatste raceronde alweer in ronde nummer 36. Het is daar gewoon nog geel in sector 1. Daar valt iemand uit. Dat is volgens mij Sergio Perez die daar stilstaat. Dus 0 punten voor de Mexicaan. En Norris pakt dat snelste racerondepunt, want dat kunnen wij niet meer verbeteren met deze versleten softbanden. Ja, daar ook de bevestiging. Perez uitgevallen in de wedstrijd. En dan gaan we dit rondje gewoon mooi afmaken. Ik laat hem gewoon volledig in de video staan. Extra minuten natuurlijk, altijd voordelig. En ook, ja, om even de laatste ronde mee te pakken. Waarom niet? Het is gewoon leuk om dat te doen. En dan gaan we ons opmaken voor Brazilië. Ook weer een lange wedstrijd. 36 rondes moeten we daar weer gaan strijden voor de grootste bokaal die er is. Deze race waren we wel dominant. Totdat Matsushita het vergalopeerde. En daar in één keer dacht, hey, laat ik even mijn plek even terugpakken. En de leider even eraf rammen in de eerste bocht. Nou, dat verhaal ken je, Esteban Ocon. Kijk maar naar Max. Precies hetzelfde verhaal met een achterblijver. Maar goed, we mogen niet klagen. Trouwens, we mogen wel klagen, maar goed, daar schieten we niks meer op. Toch hebben wij de overwinning binnengeslepen voor het team. Norris mooi naar P2, pakt het snelste race van de punt. Dus de volledige score binnengehaald in Mexico, dat is goed om te zien. En dan gaan we ons voorbereiden voor de volgende aflevering in Brazilië. That's a spectacular victory then, and with it, the championship is secure. It's been a magnificent season, and they thoroughly deserve the cheers of the crowd here today. Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win? I think a large part of the result comes down to temperament. They were able to keep their heads when everyone around them was losing theirs, and that's allowed them to get the best out of the car, to maximize the strategy, and to stay out of trouble. The faces on our top three look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much deserved victory and a brilliant performance from them all. Nou, hierbij dan dus de uitslag. Wij winnen dus de wedstrijd. Lando Norris knapt naar P2, pakt ook de snelste rit van de punt. Charles Leclerc naar P3. Danik Fiat krijgt driver of the day. En Hamilton pakt geen punten, alweer niet. Norris gewoon nog steeds naar P2, wij dus naar P1 in de coureurs- en de constructeursstand. Dat is goed om te zien. En ja, dan gaan we het gewoon lekker vieren met het team. Deze aflevering zit er alweer op, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt. Heb je genoten, beloon het dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike hem dan. En vertel me ook waarom je niet hebt genoten. Kan er iets verbeterd worden op deze aflevering? Laat het dan weten in de comments. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 en binnenkort ook F1 2021 Career Mode video's. Schakel ook een lekker belletje aan, zeg geen enkele aflevering meer van mij mist. Volg me ook even op sociale media, mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. Gaan we verder voor de ene laatste aflevering in Brazilië.